Wij vertrekken weer uit Volendam. Pas op voor het glas daar. Aan je andere kant. Rest niet, ja, nee. Er ligt achter je fietsglas, pas op. Nee. Het is een wilde nacht in Volendam geweest. Wij fietsen nu door Warder. Mooi begin van de derde dag. Wij hebben een hele ontspannen nacht achter de rug. Wat is er gebeurd in Volendam? Feest! Het is niet normaal. Het was 38 graden in de kamer. Oké, 28, wel een beetje benauwd. En alleen maar feest van de jongeren. Waarom was het feest? Nederland had verloren. Ja, maar het was Volendammerdag. En dat is dan ook wel weer iets wat gevierd moet worden. Volendammerdag. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Geen woorden voor. Nou, laat ik het zo zeggen. Een hoop herrie. Schreeuwende jongeren tot 3 uur 's nachts. En dan denk je dat je alles hebt gehad. Dan is het 28 graden. Schreeuwende jongeren. En dan wordt 's ochtends het riool leeggehaald en staat je raam open. De gierput ging open. En het, ik was het dit keer niet. Ja. Goedemorgen. Ja, wat kan ik zeggen? Het was gewoon, het was feest. Ja. Feest. Dus we zijn uitgerust vandaag. Het is echt genieten. Maar het is wel voor de derde dag op een rij. Prachtig weer. Prachtig weer. Ondanks alle voorspellingen van regen en onweer. Was er nog onweer vannacht? Ja, het heeft ook nog gedonderd en gebliksemd. En het regende meters bier. In ieder geval bij het café beneden. Ik heb geen bananen vandaag. Ik heb paradijsjes. Hele mooie, witte en rode. Dat is wat Volendam met je doet, jongens. Goedemiddag. Wij zitten nu bij het broodje van Jan. Kijk, broodje van Jan. En Jan heeft heerlijke broodjes in Hoorn, inderdaad. Goede toevoeging. En het is nog steeds prachtig weer. Nederland komt langzaam weer tot leven. En we gaan hopelijk een heel lekker broodje eten. Ik heb alle vertrouwen in. Welkom in Wedenes. Bij Tea Room The Robin. En hier een lekker kopje thee, een kopje koffie, een monchou taartje. En hoeveel brood nog aan? Wat is jou gebeurd? Wat is er met jou gebeurd? Ik heb alles ingesmoord. Behalve mijn hand. Nee, dat zie je niet zo goed. Hey. Valt wel mee. Hij is nu wel een beetje. Maar als dat alles is, als je al een paar uur vol in de zon aan het. Ja, sorry, ik ben even afgeleid tot deze middel die een best aan het opeten is. Wat een weer. Hoe gaat het wel? Ik leeg de besje niet, dus het is de beste.
fietsen over de dijk, langs het IJsselmeer. Maar eigenlijk is dit dus nog het Markermeer. Want pas ten noorden van de Houtripdijk heet het IJsselmeer. Maar het is hier prachtig. En het ziet er naar uit dat we het onweer voor blijven. Want dat komt ons achterna. Het zit ons op de hielen. Het zit nu ongeveer boven Utrecht. En het vordert gestaag deze kant op. Doortrappen om het onweer voor te blijven. Havenzicht in Enkhuizen, geboekt via booking.com en B&B en een lekker bankje, een keukentje, een tafeltje en de was hangt wel te drogen, zeggen ze dan. We hebben hier een wc, hier staat iemand te douchen, lekker bed. Feestje. Ventilator. We hebben dus ook nog airco aan die kant. Ja, luxe.